Craft. Beer. Made. Easy. Brewmonk. Craft beer made easy. Hoe bepalen we het alcoholpercentage van ons bier? Hiervoor gaan we uit van twee metingen. De eerste meting gaan we doen vlak voor we de gist bij ons bier doen en de tweede meting gaan we doen nadat ons bier uitgegist is. Deze twee waarden gaan we met elkaar vergelijken en hier gaan we een formule op toepassen. Voor de eerste meting gebruiken we een refractometer. Hiervoor hebben we slechts enkele druppeltjes van ons sample nodig. Die ga ik nemen met een pipetje. En die druppel ik voorzichtig bovenop het kijkglas van de refractometer. We gaan het klepje sluiten. En we gaan met de refractometer naar het licht kijken. We lezen een SG-waarde van 1082 af. Deze ga ik opschrijven, want dat is superbelangrijk voor later, om ons alcoholpercentage te kunnen berekenen. Wanneer ons bier uitgegist is, is het tijd voor onze tweede meting. Deze meting gaan we doen met een hydrometer. Het is belangrijk dat we die met een hydrometer doen en niet met een refractometer. De refractometer gaat geen accurate meting doen wanneer er reeds alcohol aanwezig is in je bier. Voor deze meting heb ik eerst een maatglas gevuld met 200 ml bier en hier heb ik de hydrometer in ondergedompeld. Dan gaan we aflezen waar de vloeistof eindigt op de hydrometer en dit is onze eind-SG-meting. Op onze hydrometer lezen we de SG-waarde van 1008 SG-punten af. Ook deze gaan we weer opschrijven om te gebruiken in onze formule. 1082 min 1008 is gelijk aan 74. Deze 74 doen we maal 0,8. 135 en dat geeft ons een alcoholpercentage van 9,99. 10% dus eigenlijk. Nu is het ook nog belangrijk dat we rekening houden met het feit dat we bottelsuiker toevoegen. Ook die zal de gist nog verder opeten tijdens de hergisting in de fles. En hiervoor rekenen we nog 0,3 à 0,4% extra. Dit geeft ons een resultaat van 10,4% alcohol in ons bier. Brewmonk. craft beer made easy.